dat is... De slechtste band van Arnhem. De bassist is onlangs uitgeroepen tot de slechtste gitarist van Arnhem. Zo slecht zijn ze dus. Dat hadden jullie ook georganiseerd. Dat hadden we ook georganiseerd. En dat was op zich ook al hopeloos. Maar dit wordt nog hopeloos, want zij gaan dus in een heel grote modderbad spelen. Met alles, alle apparatuur, et cetera. In een hele grote kooi, midden in de zaal. Iedereen die binnenkomt, die koopt zich in voor 52 aan rot fruit en aardappelen en eieren, tomaten. En daarna kan het feest beginnen.